Dag, ik ben Alex Lobel van de Koninklijke Sterrenwacht van België. En met de Hubble Ruimtetelescoop heb ik het ultraviolet spectrum waargenomen van de nabije rode superreus Betelgeuse. En dat spectrum toont het bestaan van heet plasma op grote afstand van meer dan 100 keer de straal van Betelgeuse ver binnen haar koele stofenveloppe. It's showtime! En dit is het gevolg van lopende schokgolven zoals getoond wordt op deze tekening. Met de HST-spectra heb ik ook sterke dynamische veranderingen van de atmosfeer waargenomen door heel nauwkeurig 4 keer overheen de ster te scannen in een periode van 2 jaar. En mijn onderzoek toont dat de zeer uitgebreide atmosfeer van de superreus dat die niet radiaal pulseert, dus dat er gas tegelijk op en neerwaarts beweegt, dus in tegenovergestelde richtingen aan de voorzijde van de ster. Die atmosferische pulsaties die veroorzaken ook sterke veranderingen van de helderheid van Betelgeuse, zoals die werden waargenomen over de afgelopen 3 maanden. Maar een heldere supernova van Betelgeuse die verwachten we pas over een paar 100.000 jaar of zo. Dag! Dag!